lieve vrienden, dat was dus vroeger Schroom en de Reesman, V&D. En jullie weten van die paddenstoel die toen weg is gebroken. Nou ja, ze zijn al boven er weer druk bezig. Dat schijnen allemaal appartementen te worden. Goedemiddag lieve vrienden, het is vandaag alweer woensdag en we leven op de 23 februari om 13:16, oftewel 16 minuten over 1. En het is prachtig mooi weer. Ik ga zo meteen even de dames uitlaten. En oh ja, ik wens jullie natuurlijk wel weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. En ik ga dus, wat ik al wou zeggen, zo meteen even met de dames lopen. Want ik moet vanmiddag op visite bij onze enige echte Mary. Ja. Even haar broek terugbrengen. Nou ja, ze zal wel weer blij zijn. Gaat het even niet? Doe dat ook normaal, hè? Ja, ook normaal doen. Maar oké, er is er eentje die is een beetje gek en dat is wie anders dan Rijka. En daar zit ze er eigenlijk weer te harnessen en te doen. Hé, dametje? Rijka, je pet staat scheef. Ja, even uitrekken. Ik weet wel wat je wilt spelen, hè? Maar in ieder geval, ze wil gewoon spelen, meer niet. En dan zit ze uitdagend naar Elwing te kijken en die zit hier bij mijn voeten. En die gaat er nou bij liggen, van bekijk het maar. Ik ga niet spelen. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Wij gaan gewoon... Wat doen we nou? Ik ben gewoon een malle meid. Ja. Maar in ieder geval, we gaan er gewoon van genieten. Omdat het ook prachtig mooi weer is. Daar hou ik van. Het zonnetje schijnt. Ja, wat willen we dan nog meer, hè? Ja. Ik denk dat iedereen daar gewoon gelukkig en blij van wordt. Het zonnetje. Eindelijk. Maar ja, voor hoe lang? Maar we hebben dit weer in de pocket. En ze hebben het alweer vanmorgen over windstoten enzovoort. Dus ja, we zullen beleven. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je leven. En want het duurt nog maar even, hè. Ja, dat soms bied je ook. Ik weet echt niet meer 21 hoe het gaat. Maar in ieder geval, het heeft wel met elkaar te maken. En ja... Vooral nu dat we in deze gekke maatschappij leven, weten we het helemaal niet waar het naartoe leidt. Maar daar hebben we het nu niet over. We gaan nou lekker genieten. En we zullen zien wat we vanmiddag... Of ik jullie erbij kan pakken, ja of nee. Ik wil toch even nog met Mary om de tafel ook van haar ook interviewen vanwege wat zij doet. Ze haakt heel erg veel en dat gaat steeds, haar haakwerkjes gaat steeds naar het goede doel. Nou, dat moet gefilmd kunnen worden, hè? En dat moet iedereen weten. Ja, hoe lief dat is van Mary. Maar dat komt nog wel ook, zit er nog wat in petto bij Marianne met haar kunstwerk als schilderres. Zij schildert. En ook haar wil ik daarover interviewen, maar ze is nou verkouden. Dus ja, ze heeft er getest, ze moet nog wachten op de uitslag. Dus ja, we wachten dat ook maar weer af. Dus ja, daar ga ik ook dan even niet heen, want ik wil ook niet weer ziek worden. Ik ben er net vanaf. Het hoesten, ja, af en toe moet je eventjes. Nou ja, maar meestal is het rustig. Dat merken jullie ook wel, ja. Af en toe heb ik nog even een hoestbuitje, nou dat moet nog kunnen.
Ik ben blij dat het zo ver opgeknapt is allemaal. En ik zou zeggen, ja, geniet verder van jullie dag. Doe het weer met een lach. Dat probeer ik ook te doen. Maar probeer ook met ons mee te genieten. Nou, ik ben net weer thuis met de dames. Eentje ligt op de bank uitgeteld en de andere ligt op de grond uitgeteld. En ik zit weer klaar om naar Meri toe te gaan. Dus ja, ik ga de boel bij elkaar pakken wat ik mee moet. En dan ga ik weer mijn booster pakken en dan ga ik die kant op. Ja, ga ik op de booster, ga ik naar de andere kant van de stad. Ja, een hele andere wijk. Tegen de natuur aan. Dus ja, dat gaan we doen. Ik zou zeggen, hou je fatsoen en geniet van de natuur. Geniet van alles met wat je doet. Want dan doe je het pas goed. Nou, lieve vrienden, dat was dus vroeger Vroom en de Reesman, V&D. En jullie weten van die paddenstoel die toen weg is gebroken. Nou ja, ze zijn al boven er weer druk bezig. Dat schijnen allemaal appartementen te worden. Ook zie je al een balkonreeks. En dan moeten eronder moeten er winkeltjes komen. Ja. Dus we zullen het beleven. Het schijnt ook heel mooi te worden. Ik weet het allemaal nog niet. Nee, ik zou het echt niet weten. Maar ik ben er net even bij de apotheek geweest. Want ik had een rekening, maar op een papiertje. Terwijl de rekening naar me toe wordt gestuurd. Dus ik was even voor niks bij de apotheek, maar ik ben wel wijzer geworden daardoor. Maar oké, ik wou jullie dit even laten zien. We gaan nu naar Nieuw den Helder, de wijk waar Meri woont. Oh, mooi is dit dan. Ganzenkuikentjes. Dat heb ik zelf nog niet eerder gezien. Wel de ganzen altijd, maar nooit geen kuikens erbij. Oeh, mooi. Prachtig, niet? Zo'n mooi gezicht. Maar we gaan weer door. Wat Meri die wacht. Die weet al dat we eraan komen. Ja, lieve vrienden. Ik ga me eigen weer klaarmaken om met de dames naar buiten toe te gaan. Want het wordt alweer aardig donkertjes. En ik ben met mijn spel bezig. Maar dat loopt wel. En ik ga vanavond mijn haar proberen bij te kleuren en te wassen. En weer proberen in één model te krijgen. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, dan wordt het weer donkerder, maar dat laat ik jullie wel allemaal zien. Ik ga nou eerst de wind en de kou weer trotseren, want dat is het zeker. Ik moest ook op mijn stuur hangen van de booster, dat iedere keer rukwinden verrij. En het was roetje koud. Ja, maar oké, gedane zaken nemen geen keer. Ook heb ik Karen aan de telefoon en die gaat ook met de hondjes zometeen lopen. Dus we gaan samen lopen, in principe. Alleen nog de telefoon blijft hierover liggen. Ja, en dan is het maar weer kijken wie het eerste thuis is. Ik weet het niet. Zij weet het ook niet. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en smakelijk eten. Bon appétit!